een rode Renault Clio. En middels die rode Renault Clio zou zijn weggevoerd. Nou, we zijn uiteraard met man en macht direct gaan zoeken om te kijken wat is hier aan de hand en hoe kunnen we komen tot die eventuele verdachte. Rond 10:50 diezelfde dag, diezelfde ochtend, hebben wij die rode Renault Clio aangetroffen op de Tichelaarslaan in Utrecht. En daar hebben we uiteraard zoekingen gedaan. En op basis van een aantal omstandigheden in die auto kwamen wij op een verdachte uit. En de verdachte die is inmiddels bekendgemaakt, u heeft de gegevens daar vast van gezien. En sinds dat moment zijn wij ook volop op zoek naar die verdachte. Die zoektocht betekent dat wij alles doen wat wij kunnen en mogen om te zorgen dat we die verdachte te pakken kunnen krijgen. We hebben onder andere diverse zoekingen en woningen gedaan. Bij één van die zoekingen is een andere verdachte aangehouden, dat is niet deze verdachte. Wij weten nog niet in hoeverre deze verdachte betrokkenheid heeft bij dit incident. Dat wil ik met nadruk zeggen. Maar er is wel iemand aangehouden. Het is niet onze verdachte die we nog steeds aan het zoeken zijn. Nou, mogen duidelijk zijn, wij zetten vandaag en zolang als het nodig is alles op alles om deze verdachte aan te houden. Maar ook om te zorgen dat er meer duidelijkheid komt over wat hier nou precies is gebeurd. En ik zou hierbij ook de gelegenheid willen pakken om ten eerste het publiek te danken wat ons vandaag geholpen heeft in de opsporing. Maar ik zou ook nogmaals willen vragen, wij zijn nog steeds op zoek. Dus mocht er nog aanwijzingen zijn, meld het alsjeblieft. Wij kunnen dat zeker gebruiken en wij zullen er serieus naar kijken. Ja, laat ik ook beginnen met te zeggen dat wij als OM erg geschokt zijn door wat er vandaag gebeurd is en dat we erg meeleven met de slachtoffers, de familieleden en iedereen die vandaag getuige is geweest van wat er is gebeurd. Wat er vandaag gebeurd is, is voor onze aanleiding geweest om grondig onderzoek in te stellen. De eerste duiding van wat daar gebeurd is. De verklaringen die afgelegd zijn, de sporen die aangetroffen zijn, houden rekening met een terroristisch motief. Andere motieven kunnen we evenwel ook niet uitsluiten. De getuigenverklaringen en de sporen hebben ons ook geleid naar de verdachte. We hebben besloten de foto en de naam van deze verdachte vrij te geven. Dat is een vrij verregaande maatregel, maar gezien alles wat er gebeurd is, ook een noodzakelijke maatregel. We roepen iedereen op om alle mogelijke informatie te delen die kan leiden tot de aanhouding. Of er behalve deze man nog andere verdachten zijn, moet nog uit het onderzoek duidelijk worden. Uitsluiten kunnen we het op dit moment niet. Allereerst, wat was voor u de reden en motief om bewoners van Utrecht te vragen binnen te blijven? Als u zegt, we hadden op een gegeven moment aanleiding om te denken een terroristisch motief. Wanneer was die aanleiding er toen op te denken? Was het al in de tram of pas later toen een bewijsstuk in de auto werd gevonden? Waarom heeft u Utrecht op slot gedaan? Dat hebben wij gedaan omdat de eerste meldingen die binnenkwamen duiden op meerdere schietpartijen die eigenlijk een spoor door Utrecht heen trokken. Dat leek dus te duiden op een groepering die bezig was door Utrecht te trekken en slachtoffers te maken. En hoe kwam dat? Want die waren er niet. Hoe kunnen die meldingen dan plaatsen? Nou, die meldingen, je moet zich voorstellen, als zoiets gebeurt, dan staat de telefoon roodgloeiend bij de politie. Dan krijgt de politie echt binnen enkele minuten honderden meldingen. En daar moet geprobeerd worden snel een beeld van te maken. Het eerste beeld was ook een heel spoor wat op de kaart gevolgd kan worden. En waarom besluit hij dan pas om 4:00 om de stad weer te openen? Omdat dat al eerder, neem ik aan, duidelijk dat er maar één mogelijke, want u zei al, we hadden al snel door dat het vermoedelijk maar één verdachte was. En niet snel door, nee. Wij moeten eerst alle getuigen natuurlijk horen. En de meldingen, dat is nog iets anders dan de getuigen. Er komen heel veel meldingen binnen, die moeten allemaal nagelopen worden. En die getuigenverklaringen, die geven op een gegeven moment duidelijkheid of er sprake was van meerdere schietpartijen of er slechts sprake was van één schietpartij. Dan gaan we eerst misschien de burgemeester de vraag stellen die voor hem aan hem gericht zijn. En daarna kunnen we wellicht door aan de politie en afsluiten van het ministerie. Misschien is dat de vraag. Gaan we nu? Ja. Ik kan wel vragen, ik ga niet specifiek
is er wel enig signaal in welke omgeving hij zich zou kunnen bevinden? Ja, dit vind ik echt onderzoekvraag. Ga je gang. Ja. Maar ik blijf zitten nu hoor, want anders krijgen we dat circus. Kan iedereen hem verstaan? Uiteraard wordt op dit moment op diverse plekken in Nederland wordt er binnengevallen om te kijken of we hem daar kunnen aantreffen. Beantwoord op de vraag? Ja, dat en wat weet u van de achtergrond van deze overgang? Daar weten wij op zich veel van. Ja. Het is een bekende van justitie en meer zal ik er op dit moment niet over zeggen. De vraag omdat u het had over een terroristisch motief wat u nadrukkelijk openhoudt, die mogelijkheid. Ja. Er gaan natuurlijk ook veel geluiden dat het iets in de relationele sfeer zou kunnen zijn. Dat sluit ik niet uit. Ja. Oké, okay, maar u zegt het terroristisch motief dat achterwaarschijnlijk... Voor nu houden we daar rekening mee. Maar het andere motief sluit u zeker ook niet uit. Ja. Kunnen er andere vragen? Ja, of er signalen zijn geweest, dat bijvoorbeeld van de AIVD of andere diensten die dat terroristisch motief mogelijk zouden ondersteunen. Want ik vraag me af inderdaad waar u dan van een terroristisch motief, waar u dat vandaan hebt. En volgens mij heb ik dat net uitgelegd. Ja. Op dit moment wil ik niet verder ingaan op alle signalen, als u dat goed. Maar er zijn geen signalen geweest van andere diensten? Vandaag niet, nee. Goed. Zijn er andere vragen? Ja, ik zie een hand omhoog. Kan u nou niet zien, maar... Zeg het maar. Er werd gezegd dat er één verdachte is aangehouden bij een van de huiszoekingen. Was dat de huiszoeking op de Trommelaan? Eén verdachte aangehouden of één van de huiszoekingen? Dat is niet dezelfde, ga je gang. Ja. Ik zou je zeggen, dat kan ik u niet met zekerheid vertellen. Dus dat weet ik niet. Mag ik daar iets over vragen? Wat was de aanleiding voor die aanhouding? We zijn met diverse zoekingen bezig. De exacte aanleiding kan ik u hier ook niet vertellen. Maar in ieder geval was het zodanig dat we deze verdachte moesten aanhouden. Dat waren de collega's ter plekke hebben dat besloten. En we zijn nu druk bezig om te onderzoeken of er ook daadwerkelijk sprake is van de betrokkenheid of niet. Meer kan ik daar nu niet over zeggen. Waar weet u hem van, concreet? Dat is een vraag die ik graag aan de heer geef. Ja, op dit moment zit hij nog vast op doodslag met de verdenking van terroristisch motief. Doodslag. Oké. Okay. Zijn er nog meer vragen? Ja, zijn er buiten Utrecht nog andere plekken in Nederland waar er huiszoekingen zijn of acties verwacht worden? Ja, daar zeg ik op dit moment even niks over. Nee. Waar u nu van zeker van kan zijn, is overal waar het nodig is, zullen we zijn. Ja. En dat betekent ook dat het hele land, aan politie en OM-kant, zorgt ervoor dat datgene gebeurt wat nodig is. En kunt u op dit moment de veiligheid van alle mensen in Utrecht garanderen? Dit is de eerste vraag binnen te blijven. Ze mogen nu weer naar buiten. Kunt u dan die veiligheid van die mensen garanderen? Ja, een stuk veiligheid garanderen kan ik überhaupt nooit. Maar we hebben redenen gezien, zoals de heer Jeuk aangaf, om, laten we zeggen, de situatie waarbij we in eerste instantie zijn om iedereen binnen te laten, om te houden. Daar zijn we van afgezien. Dus dat zegt wel iets over in ieder geval het verloop van de dag. Maar ik kan natuurlijk nooit veiligheid garanderen. En wat is dan de verandering geweest in de situatie dat u dat besluit kon nemen? Daar heeft volgens mij de heer Jeuk voldoende antwoord op gegeven. Dat dus de indruk bestond, de serieuze indruk en de serieuze aanwijzing dat op meerdere plekken zich een schietincident zou hebben voorgedaan. Dat er ook een traject in te herkennen was. En dat we toen hebben gezegd, ja, nu moeten we zeggen, ja, tenzij je niet anders kan, blijf binnen. En zodra we aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wisten van dit kan, dan geven we erop, want om u zelf te citeren, een stad op slot zetten op een heel moeilijk moment, rond vieren, rond vijven, is ook een enorme verantwoordelijkheid. Als ik nog één aanvullende vraag kan stellen, is er wel zicht op geweest over hoe hij in de ochtend is gekomen na het incident? Ja, dat is... Als het Rio is natuurlijk later in omnieuw aangetroffen in een stationaire toestand, kunt u daar iets over zeggen van hoe hij heeft kunnen ontkomen? Nee, ik kan er niks over zeggen. We zijn wel vanaf het eerste moment zijn we daarmee in de gang geweest en hebben we informatie erover verkregen. Maar de details zou ik nu niet kunnen thuis zijn. Nee. Ja, ik moet toch nog even doorvragen van de baas. Krijg ik even binnen. Als er een terroristisch motief nog steeds niet wordt uitgesloten, hij kan overal zitten. Dan is dat toch geen fijn gevoel voor Utrechters, lijkt mij. Nee, zeker geen fijn gevoel. Kunt u dat wel voor rekening nemen? Ja. Want dat is een lastige boodschap. Hè? Zeker. Het lijkt mij. Het is een lastige boodschap. Zeker. Uit en we zeggen toch, we gaan weer naar buiten. Ja, motief. Zeker. Dat is een, zoals de Rob net zei, dat is... Garanties 100% kun je nooit geven. Wij maken de best mogelijke inschatting. We hebben veel gevraagd van de mensen in Utrecht vandaag door binnen te blijven. Openbaar vervoer, het was toch een ingewikkeld.
ingewikkelde start van de dag. Overigens heel vroeg licht, maar is heel snel zwart geworden. Maar dat is een misschien poëtische opmerking. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Een motief is natuurlijk nog niet een terroristische handelen. Maar het is zoals het is, niet uitsluitend. Maar wij vonden het nu verantwoord om te zeggen, gelet op de aanwijzingen dat er niet op meerdere locaties een schietincident heeft plaatsgevonden, is het op één locatie beperkt gebleven. En dat betekent dat we niet kunnen vragen iedereen om binnen te blijven. Het spijt me als ik nog één vraag, waar stond deze man op de terreurlijst? Zoals wel bekend bij de minister. Nee, dat geef ik geen antwoord. Dat geef ik, oké. Dames en heren, dan ga ik nu deze persconferentie beëindigen. We horen inderdaad zojuist, ik krijg het door van mijn collega, dat we inmiddels de verdachte die we zochten, die hebben we inmiddels aangehouden. Meer nadere gegevens heb ik nog niet, maar ik kan u dus wel melden dat de verdachte die wij zochten, dat die zojuist door de politie is aangehouden. Dat is een heel bijzonder apotheose. Ja. Dus we zitten naar de persconferentie te kijken of hoeveel vragen kan geen antwoord gegeven worden. En dan is die bijna klaar. En dan komt iemand met een briefje binnen en die zegt... De verdachte die we zochten, Ukman Tanis, is aangehouden. Ja, nou ja, daar moeten we dan nog verdere details over horen. We hoorden net de politie zeggen, daar weet ik nog niks van. Hij was bijna net zo verbaasd als iedereen in de zaal. Ja. Wat een ongelofelijke ontwikkeling. De persconferentie. 50. Ja, er zijn nog, waren veel vragen. Hè. Daar begon eigenlijk wat mee. Daar begon het mee, de vermoedelijke dader nog niet gevonden. Nou, dat is inmiddels dus achterhaald. Ja. Maar over het motief weten we natuurlijk nog helemaal niets. Nee, precies. En dat blijft natuurlijk nog steeds de vraag. Hè. Er werd duidelijk rekening gehouden met een terroristisch motief. Maar ook duidelijk is gezegd, we kunnen de andere motieven, eventuele andere motieven in de relationele sfeer niet uitsluiten. Daar is lang over doorgesproken, hè? Ook bij het vragen stellen van wat een moeilijke afweging dat dan is voor de gemeente om een stad op slot te doen, als je eigenlijk niet zeker weet dat het geen terroristische aanslag is geweest. Daarvan was het antwoord van de burgemeester, en dat blijft natuurlijk een moeilijk antwoord ook voor hem, dat in eerste instantie werd gedacht dat er op meerdere plekken geschoten werd. Alles wees daarop. Ik zeg het maar even in mijn eigen woorden, dat zo'n persoon een spoor door de stad trok en bij wijze van spreken schietend door Utrecht trok. En eigenlijk op het moment dat ze goed door hadden, nadat ze niet alleen de meldingen hadden gehad, maar ook dat ze getuigen hadden gesproken. En dat duurt lang. Want we begrepen ook, hè, van de politie dat er honderden telefoontjes binnenkomen. Ja, dan hoor je mensen. Dan wil je ze ook spreken, mensen die het gezien hebben. En uiteindelijk bleek dus dat dat scenario, dat er op veel plekken werd geschoten, niet het geval was. En toen heeft de burgemeester gezegd, dan laten we halen we dat slot eraf. Dan gaan we het leven weer een beetje opstarten in de stad. Maar het is natuurlijk een terechte vraag, want op dat moment was nog niet bekend dat er iemand was opgepakt. Nee. Van, is het dan wel veilig? Hè? Ja. Want je zit nog altijd met iemand die los rondloopt. Ik kreeg een beetje de indruk, het werd niet gezegd, maar ik kreeg een beetje de indruk, omdat er ook op andere plekken in het land invallen zijn gedaan, dat ze misschien wel dachten, dat ze misschien wel aanwijzingen hebben waar ze niks over gezegd hebben, dat die persoon misschien buiten de stad was inmiddels. Ja. Maar goed, dat is voor mij We weten ook niet waar hij opgepakt is, dat wordt natuurlijk allemaal later duidelijk. Precies. Ik vond het ook vrij opvallend dat zei Rutger Jeuken, officier van justitie, dat het best een drastische maatregel ook is geweest om de identiteit van de verdachte helemaal naar buiten te brengen. Hè? Met naam en toename en foto's. Ja, dat is niet ongebruikelijk in dit soort situaties, hoor. Dat gebeurt vaker. Ja, maar dat geeft wel aan hoe ernstig het allemaal natuurlijk genomen werd. Absoluut, ja. Ja. Wat mij verder opviel, de mededeling van het Openbaar Ministerie, is dat ze geen informatie hadden gekregen van andere diensten. Ja. Dus dan denk je aan...